DHSS operates from A1 locations situated in the heart of the offshore energy industry in Europe. As your experienced and professional partner, we are your locally based interface for a wide range of logistical services to assist during your offshore activities. We offer reliable and innovative solutions and services to deliver efficient industry-leading standards in logistical support in order to avoid any possible downtime. With the highest safety and environmental standards in place, focusing on improving our and your efficiency, 24 hours a day, 7 days a week, all year round. Our personal, innovative, and highly trusted logistics and supply chain solutions are solely focused on maximizing your business activities and providing your staff with a healthy working environment. DHSS is your gateway to smooth offshore operations. As a trusted service provider with a strong local network and supply chain assisting offshore activities in Europe, we fully embrace the importance of fossil fuels for the world's economy. At the same time, investments are done in sustainability, which is why making the right environmental friendly choices is a core value of our company culture. DHSS has a vast experience in working with customers in offshore wind industry. Over the recent years, DHSS has added its expertise and experience from other offshore energy markets to solid know-how for new markets, such as the offshore wind energy sector. We take great pride in offering you to be the one single point of contact as interface for all your onshore and offshore activities. From installation to the operation and maintenance phase of your offshore wind assets, you can trust DHSS to deliver. Our company is built on the belief that we challenge the norm through our 5 DHSS value propositions. Strengthened by experience, run by our people, we transform industries. DHSS, one single point of contact is all you need. True to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball. We'll be right back.
Vanuit, maar je moet het wel nemen. Zometeen worden de teams voorgesteld door de speaker. En daarna zullen wij nog een stukje overnemen van de spelers. Ja, ik heb nog getracht om nog even de coach te bereiken van Aris Leeuwarden. Maar ik heb een kwartier gewacht en vond ik het wel mooi geweest. Maar dat gaat even niet om. Ik wil wel nog een leuk feitje over hem vertellen. Want hij is het afgelopen seizoen assistentcoach bij de profclub Volk Nesvet uit Denemarken geweest. De 30-jarige basketbalcoach was het afgelopen seizoen assistentcoach bij de profclub Volk Nesvet. Wat ik al zei, daarvoor was hij assistentcoach en later hoofdcoach van de Leuven Beers in de sterke Belgische eerste klasse. En met 27 jaar was hij de jongste coach in de geschiedenis van deze klasse. Dus het bestuur van Aris Leeuwarden is zeer tevreden met zijn komst en noemt hem zeer gedreven en ambitieuze coach. Ik had hem graag even gesproken. Maar goed, het loopt zoals het loopt. En, ja. Nee, ik ben benieuwd hoe ze zo meteen spelen tegen elkaar. Hè? Want Aris heeft een goede wedstrijd neergezet tegen Den Bosch met 2 puntjes verloren. Wat ik begreep is dat ze toch wel wat daar hebben laten liggen. Dus ik verwacht er wel wat van. Ik denk dat Den Helder gewapend is tot aan de tanden. En ik denk dat dat ze het gewoon moeten laten zien dat ze erin thuis horen. Deze wedstrijd winnen geeft gewoon aan, ik hoor thuis in de A-pool. Ja, en we weten van de afgelopen wedstrijd die ik ook heb gezien dat ze met 87-97 hebben gewonnen van Apollo Amsterdam. Dat was een moeizame overwinning. In het begin zei coach Peter van Noord ook van dat ze voornamelijk tegen zichzelf speelden en loom. Ik vond het wel grappig om dan die livestream te volgen, zeg maar. En dat werd gedaan door Patrick Veit Herber, als ik het goed uitspreek. Samen met een collega. En dan wil ik toch nog even een shout-out maken naar Boyd. Want de Vries en Vries. Want ja, hij werd dan zeg maar als een niet zulke goede guard neergezet. Maar weet je, als je een kwart van de punten maakt, uiteindelijk zegt dat ook wel wat. Dus dan wil ik toch nog eventjes gewoon even rechtzetten. Want ik ben natuurlijk wel een fan van de Suns. En wel objectief. En ik wil ook nog even bij deze ook nog even een shout-out maken naar Patrick Visgraper. Die altijd voor ons de mooie foto's maakt, de actiefoto's. En deze ook plaatst op Facebook. Dus dank daarvoor. Aris. Pas een speler vertrokken. De reden is onbekend, maar het is volgens mij een disciplinaire reden geweest waarom uiteindelijk besloten is om samen. Ja, klopt. Gelezen. Was wel een belangrijke speler voor hun, voornamelijk in de rebound. 2 meter 11 spelen die je toch mist. Dat zijn wel belangrijke dingetjes. Die Den Helder heeft geen echte blessures buiten Gillian van der Langeberg. Ik ben wel benieuwd. We gaan nu de teams voorstellen. Hartelijk welkom bij de wedstrijd Den Helder Suns tegen Aris uit Leeuwarden. Een belangrijke wedstrijd, want bij winst gaat Den Helder Suns door in de A-elite. En bij verlies moeten we genoegen nemen met de B-elite. Dus er staat wat op het spel voor het team vanavond. Maar we gaan uit van een gunstige uitslag uiteraard. Goed, we gaan beginnen met het voorstellen van beide teams. Waarbij onder nummer 2 bij Aris speelt Chad Frazier. Nummer 4, Rickert de Martelare. 5, Cedric de Dekker. 6, Sjoerd Koopman. 7, Tim Hoeven. Nummer 8, Jean-Victor Mukama. 9, Torben Tunjan. 10, Björn de Vries. 14, Giannis Dimakopoulos. En onder nummer 15, Reiner Bronsma. De coach van Aris Leeuwarden is Ferit Nachiri en zijn assistent is Nanne Klomstra. En dan het team van Den Helder Suns. Onder nummer 2, Xion Rivers. 4, Nino Goresen. 6, Mickey Kolhorn. 7, Ben Kovac. 8, Kilian van der Langenberg. 9, Stan van der Elzen. 10, Jarik Brussen.
11 Tom Koopman, 13 Boyd van de Vuurse Vries, 15 Dion Halman en onder nummer 20 Bolden Brace. En ik zal de status direct geven in de laatste 3 minuten. Voorstel is geweest. Ik ben benieuwd, de Ares heeft wat meer guards dan grote mannen op dit moment. Ik verwacht dat het zwaar wordt op de kleine positie. Ja, ik zie nummer 14, Giannis Dimakopoulos. Dat is een aardige, die is 2 meter 18. Ja, nou ja, dat is een eentje verder dan wat wij hebben. Ik denk dat de langste die wij op dit moment is Jarek Brussel 2-8. Ja, dat klopt. Nou, ik denk dat het een stevige wedstrijd zal worden. Want Ares wil ook wat laten zien. Den Helder wil laten zien dat ze in de A-pool terecht behoren, zeg maar. Ja, ik ben benieuwd hoe de high-low is van Ares. Ja, ze staan 9e in de PBL. Maar goed, dat op zich denk ik dat ze wel, ja, dat zeggen we wel vaker, maar ze zijn wel aan elkaar gewaagd volgens mij. Ja, punten zeg maar niet alles. Ze hebben best wel een moeilijke periode gehad, het Ares. Ik denk dat het een hele gevaarlijk outsidende ploeg is. Zeker met de guards hebben goede schutters. En vooral de twee Belgische jongsters zijn goed. Je hebt Tim Hoeven. Ondanks dat hij eigenlijk veel te lang geblesseerd is aan zijn knie. Ik ken hem nog van het nationaal team vanuit de U20. Daar heeft hij samen met Boyd gespeeld en hij komt bij Dona vandaan. Was altijd een groot talent en eigenlijk nog wel steeds. Alleen hangt van zijn knieblessure, wil maar niet over en het wil maar niet beter. Dat vind ik echt heel jammer, echt want lastig, het is een groot talent, absoluut. Alleen ja, blessures houden je aan de kant, hè. Als je kijkt naar Ares, daar hebben een paar spelers uit Den Helder hebben daar gespeeld. Joshua Kramer, Tude Paula en Quincy Treffers. Tude Paula hangt hier overigens aan de Wall of Fame. En nummer 5 is retired. Dus dat is... En terecht, heel goed. En terecht, hier hoor het dan. Ik hou van dat mensen geëerd worden met hun verleden. Nou ja, dat is alleen maar goed. Ja, absoluut. Die Chad Fraser, die heeft best wel wat teams gehad. Die heeft gespeeld bij University of Alabama. Nummer 2, Chad Fraser, 6 Sjoerd Koeman, 8 Jean-Victor Mukama, 9 Torben Tunjan, 14 Jan Dimakopoulos. En bij de Nelsen, we starten onder nummer 9, Stan van der Nelsen, 10 Jarek Brussen, 11 Tom Koopman, 13 Boyd van de Vuurse Vries en nummer 20 Bolden Brace. De wedstrijd staat onder leiding van de referees Tijmen Los, Jasper Zijnstra en Maurits Witvliet. En namens de NBB hier als commissaris aanwezig de heer Piet Keizer. Wij wensen u een prettige wedstrijd. Vandaag wordt het allemaal mogelijk gemaakt. Wie zijn de scheidsrechters voor vandaag? Ze zouden de scheidsrechters opnoemen bij het voorstellen, maar dat is dus nu niet genoemd. Dat is jammer. Dat heb ik nog even nagevraagd. Dat zou Geert van mijzelf opnoemen. Startende 5 bij Ares. Dus met nummer 14. Wow. Giannis Dimakopoulos. Met Griek. Nummer 8. Ja. Ja. Jean-Victor Mukama met nummer 2, als ik het goed zit. Ja, Chad Fraser. Sjoerd Koopmans met nummer 6. En met nummer 9, Torben Dojanovic. En bij Den Helder is dat Boyd van de Vuurs de Vries, Bolden Brace, we hebben Jarek Brussen, Stan van den Helsen en Tom Koopman. Sprong wel gewonnen door Jarek Brussen.
Eerste score van Tom Koopman. Zijn befaamde hoekje. Verdeden. Ja, Sjoerd Koopman is een goede airball. Goede close-out van Bolden. Bolden Brace. Het is toch altijd lastig als iemand maximaal er naar buiten komt. Open layer van Boyd. Goed gezien ook. Ja, goede versnelling. Goede rebound hier van Bolden Brace. Bolden Brace, ja. Snel naar de overkant toe. En Helden speelt snel in ieder geval. Goed schot vanuit de hoek, goed gespeeld. Maar je ziet ook dat Aris snel naar de overkant is. Oh, dit is wel heel makkelijk gepaast. Hier was Boyd te laat geweest als de bal, als Jarik niet heel goed met zijn handen de bal even een tikje geeft. Oh, jammer. Ja, dit is te makkelijk. Ja. Nee, is goed gespeeld. Ja, je ziet het, hè, snel naar de overkant. Eigenlijk een te simpele paas. Je ziet dat hij inhoudt. Schot. 3 punten tot Koopman. Ja, goed overzicht gehouden. En een mooie assist. Wie is met je daar, maar wel goed opgevangen. Ja. De Boyd. Ik had het idee dat hij de bal hand op de bal had. Maar ik zag hem ook niet. De tweede bal hebben we 14 van Aris, Jalis Dimakopoulos. Eerste vrije worp zit erin. Stapt de Boyd in. Komt goed mee weg dat hij een loopbal maakt. Ja. De second dribble, sorry. Goed schot, goed gespeeld van Bolden. Open schot. Ik denk dat iets te traag geschoten. Schot kook op 14 seconden. Dat is omdat er aan de verdedigende helft van Aris een second dribble, een violation gemaakt wordt. Goed schot gestand van een Elsen. Redelijk snel genomen, maar dat komt. Was open schot. Ja, daarom. Maar wel onder controle. Kijk wat Jarik kan, hoor, tegen deze reus. Goeie rebound van Bolden Brace. Eén tegen één. Ja,
Weer een moeilijke paas. Ja, over de breedte. De bal is goed verdedigd door de stand van Elsen. Ja, goed teruggekomen. Het staat 10-3 in het voordeel van Den Helderzins. 5 minuten 43 op de klok. Weer een moeilijk schot. Ja, hij sloft de stand van Elsen dat hij de fout mee krijgt. Ja, heeft hij geluk mee. Ik vind de actie was niet verkeerd. Alleen hij was niet hard wat je wel van hem verwacht. Uiteindelijk krijgt hij fout mee, dus doet hij het goed, hè? Eerste raak. Deze zit er toch weer in, dus dat is wel goed. Ze hebben vertrouwen in Stan, want ze gaan niet in de rebound. Aris, ja, best wel gefocust is op de center, maar... Blok van Bob en Bees. Dan komt het aan van Aris Leeuwarden. 24 seconden aanval. Goed gespeeld. Schot, vallen net niet. Open schot, 3-punter. Goeie rebound van Jarik. Ziet wel dat de aandacht wel op het rebound is gelegd nu bij Den Helderzins trouwens. Ja. En terecht. Goed gespeeld het op, dus Bodden, Bees en Boyd. En nu time-out. Aris Leeuwarden. 14-3. Nou, tot zover, Kobbe. De start is goed. Nog 3,5 kwart. Er wordt goed uitgebokst. Je ziet, Jarek komt goed omhoog. Ja, dat is wel eens anders geweest in de vorige wedstrijd. Dus dat is op zich goed dat daar het aandachtspunt ligt met de rebounden. Ja. Boxing out is wel een ding. Snel omschakelen van defense naar offense. Die Giannis is toch wat trager terug. Daar kun je wat snelle winst uit halen. Maar wel gecontroleerd bij het spelen. Ja, Aris Leeuwarden heeft natuurlijk wat moeite met scoren in dat opzicht. We gaan zien wat het Kijk, je ziet hier Boyd mooi onderdoor lopen, hè, in de herhaling, de replay. Bolden trekt twee man naar zich toe, willen helpen. En uitpasen en vrij man. En dat is het mooie van basketbal. Als je het goed speelt, is het simpel. Weer begonnen na de time-out. Bijna goede steal van Jarik Brus. Nog een keer, maar net weer niet. Tip in nog van nummer 14. Ja. Tweede instantie. Goed gespeeld van Jarek. Nee, ik zie ook dat Stan van der Elst is gewisseld van Ben Kovacs trouwens. Bij een Helderzins. Ja. En Nino staat ook klaar voor de wissel.
en Dion Holman. Een open schot. Björn de Vries. Oh, sorry, Torben Tupjan. Er wordt vaak voor gekozen, zie je in de avond, bij de Helder Suns, met die hands-off in het begin. Ja. En dan toch kiezen voor het schot, wat op zich prima is. Mooi scoren. Goeie bal. Sjoerd Koopmans was een mooie floater. Geen makkelijke bal. Goed gerebound hoor, van Jarik. Pick and roll van... Het is nu iets minder geconcentreerd. Je ziet de balletjes vallen net niet. Goeie help van Tom Koopman in de rebound. Oplettend. Oh, Ben Koopmans moet daar wel een beetje op letten. Ja. Ik ga er ergens van uit, maar... Zes seconden op de schotklok. Op zich is dit goed genomen hoor, van Ben Kovacs. Ja, lange aanval en dan goede drie punten van Ben. Kijken wat Aris kan doen. Die zijn ook nogal wat hoor, Aris Leeuwarden. Die nog. Goorten komt erin voor Boyd. Jan Halman komt erin voor Jarik Brussen. Bij de Helder Suns. Dat 19-9. Bij de Helder Suns nog in het veld. Hebben we 4-0 voor ze en Dion Holman onder nummer 15. Goeie rebound weer. Boy, je ziet Bolden Brace met Ben Kovacs. Heel nuttig. Goed gespeeld van Ben Kovacs. Oh, jammer. Goeie pick and roll. Ja, goeie paas van Ben Kovacs inderdaad. En hard naar de basket gegaan van Dion. En dan kun je hem missen, maar dan krijg je wel meestal een fout mee. Dan krijgen we Mick Koeren erin. Verbonden Brees in de stand van een Else voor Tom Koopman. Vice versa. Ondertussen is Tim Hoeve ook het veld opgekomen. Samen met Reinder Brandsma. Miscommunicatie hier bij Aris. Turnover. Ja, deze kun je makkelijk hebben. Een paar net op de verkeerde hand gegooid. Nou, het overkomt soms ook wel eens. Goeie beweging van Ben Kovacs. Maar iets te veel snelheid. Ja. Terwijl hij dat wel kan. Toch is het goed gespeeld inderdaad. Dion die goed in de rebound gaat. Als laatste de bal aanraakt. Maar wel gaat er hard voor. Mickey Koorn staat er ook in. Ja, timing was hier niet. Oh, de blessure hier. Aan de kant van Aris. Ik hoop dat het meevalt. Hij
Hij lag al voordat Mickey eroverheen viel. Ja, Reine Bronsma maakt volgens mij net dat punt voor Aris Leeuwarden, als ik het goed heb. Torben Tonjan. Ik zou het zien, het schijnt mee te vallen gelukkig. Nou. Even kijken. Ja, gaat er wel af. En met hem 10 komt Björn de Vries het veld in. Laten we hopen dat het meevalt. En gelukkig hebben we ook altijd weer de vegers. Ja. En de zaaldienst. Blij met hun. Oké, we hebben nog 26 seconden op de schotklok. Het staat 21-11. Dat houdt in dat ze nog één aanval kunnen lopen. Kijken of ze die ook kunnen benutten. Schotklok is, schiet 1,5 seconde tussen. Goed gesneden van Mick Koolhoorn daar en goed aangepast ook van Dion Holman, hoor. Ja. Ja, give and go, was prima. Maar goed ingesneden. Ja, heel goed, een goede score. We gaan het eerste kwart in met 23-11 in het voordeel van Den Helder Suns. We krijgen nu de stats binnen van het eerste kwart. Terwijl het tweede kwart weer begint. Ik ga even kijken naar de field goals. 53,3 voor de Helder Suns en 33,3 voor Aris Leeuwarden. Dus daar gaan we wat winst te behalen voor Aris Leeuwarden. En rebounds totaal 9 en ook 9 voor Aris Leeuwarden. Op zich is dat wel gelijk. Toch weer goed uitboksen, zie je. Deze heb ik even gemist. Ik denk een fout gemaakt wordt. Nummer 7 van Tim Hoeven. Die is de persoonlijke fout. Tot op heden zijn er trouwens weinig fouten nog gemaakt. Ja, Aris blijft ook, hè, hoog tempo erin houden. Is te moeilijk ook dit. Ja. Nou, dit moet een doelpunt zijn. Deze punt zijn, sorry. Doelpunt. Sorry. Het is minder goed uitgespeeld in deze situatie. Ja. 2-1. Mickey had gewoon omhoog moeten gaan. Was goed, hij viel goed de basket aan. Kwam eigenlijk te laat. En op dat moment moet hij gewoon durven om door te zetten. Dat mag je zo'n jongen, die moet dat nog leren. Als je hard gaat, dan moet je gewoon doorgaan. In die laatste twee, als je in de twee tellenritme zit. Of iemand moet wide open zijn. Thank you.
die staat Nino niet echt goed uit te boksen. Ja. Hij is dan kleiner, maar dat op zich maakt het niet uit. Moet wel voor je volgens man mij leven. Raakte de bal de ring niet, maar misschien heb ik dat misschien. Dat zag ik ook niet. Maar... Wissel, daar is. 23-11. Ja, deze jongen kan wel schieten. Ja, kan wel schieten. De bal gaat wel lekker snel. Alleen. Ik zie het niet echt inside gaan. Ik heb niet het gevoel dat het. Een beetje moeilijk allemaal nu. Ja. Het zou mijn keuze niet zijn geweest. Moeilijke beslissingen. Ja. Fout van Stan van der Nelsen. Holding. Hij voorkwam dat de rollende man af kon. Reinder Brandsma kon af. Nee, sorry. Ja, Reinder Brandsma kon afrollen. Aanvallende fout van nummer 7, volgens mij. Ja, zijn tweede fout. Ja, stond niet stil bij het screen. Ja. Kijken of een helder sinds die aanval nu beter kan opzetten. Ja, ze hebben nu een aantal moeilijke scores gehad, zeg maar. Of moeilijke aanvallen gehad. Ja, ik denk niet dat dit de juiste oplossing is, nee. Maar dat is mijn mening. Ik denk van, speel nog even verder uit. Ja. Er zit een goede paas. Dit is wat geforceerd, lijkt mij. Ook dit is hè, moeilijk schot. Dit is wel ja, op sneller van Nino. Van Nino. Ja, heel sterk. Dat is wel een score die ze even nodig moesten hadden. Hè, 2-3 aanvallen, wat moeizaam in je aanval komen. Ja, die stond al een tijdje vrij. Nee, dat schot gaat mis, dat kan je zien. Maar goed, hij kan het wel. Ja, goed. Ja. En, het is goed gepaast en afgemaakt. Goeie leer. Goed vrijgelopen simpele van Nino. Simpele paas van Stan, goed gezien. En Nino was meteen weg. 27-14, time-out van Aris Leeuwarden. Nou, ik denk ook een terechte time-out. Ja, je krijgt twee relatief simpele scores. Daar zal de coach niet tevreden mee zijn. Zal daar best over nagedacht hebben hoe ze dit moeten stoppen. Ja, qua schoten valt het niet bij Aris Leeuwarden eigenlijk. Nee, maar er zijn ook niet echt veel goede open schoten gekomen. Allemaal toch redelijk contented of iemand die een harde close-out maakt. En je ziet dan dat toch lastig is om te durven schieten. Nou begreep ik wel dat Aris echt wel in de problemen heeft gezeten met de bezetting op de trainingen de afgelopen periode. Dus, ja, dat speelt wel mee. Het is lastig hè, of je 3-3 traint of speelt of 5-5. En als je dat niet kan oefenen, dan mis je toch bepaalde facetten uit je spel. Maar we gaan het zien, want Aris Leeuwarden is aan denk ik geen opgevers. Dus dat is ook prima om nog even aan te zien. Ja,
weer een moeilijke paas naar de center. Goed opgehaald van Nino. En meteen, ja, je zou verwachten dat er meteen druk wordt gezet. Even ongeacht een score wel of niet. Weer een skippaas. Maar goede bal van Stam. Dreigen aan de ene kant. En onderlangs, up and under. Stop. En zeker als die ballen gaan vallen, dan... Weer een rebound. Nou gaat Nino zich ook bemoeien met de rebound. Dit is ook goed samengespeeld, hoor. Snelle fout breaks. Dit zijn easy scorers. Ja, hier krijg je zelfvertrouwen van als groep. Ja, hard werken, defense loont, ze scoren niet. En zelf maak je layupjes. Dat is eigenlijk het ideale wat je kan hebben. Brengt de stand ook op 31-14, het voordeel van Den Helderson. Driepunter. En Nino die pakt zijn tweede rebound op rij. Nou, dit vind ik dan wat iets minder. Iets te fanatiek. Ja. Kijk, dat je een snel schot pakt. Soms, ja. Het zijn wel vrije schoten, maar je zit in een flow. Dus speel hem iets langer. Nou, kom er alles eens hier goed mee weg. Ja. Big Corner gaat er in ieder geval uit nu voor Tom Koopman. En Ben Kovacs gaat eruit. En dan komt Bonnebees in. Ja. Dat is hem gelijk zelf in. En bij Aris gaat nummer 15 eruit. Even kijken wie erin komt. Oh, dat is nummer 14. Giannis is weer terug. En nu nog aan mijn driepunter. Ja. Ik denk niet zijn sterkste punt. Hij houdt beter, kan hij drijven ook tegen Giannis. Ik moet zeggen dat Dion die is lekker aan het rebounden. Oh, wat een heerlijke up-the-hangs backpass naar schitterende bal van... Dit is echt prachtig. Ja, maar ook Dion, hè, sterk afgemaakt. Absoluut. Ja, dit is prettig. Er staat Nino goed bij. Ja. Risico's, maar goed, die moet je soms nemen. Ik moet zeggen... Zijn eerste fout, dus hij kan het hebben. Boyd komt nu terug voor Nino. En Jarik voor Dion. Ja, Dion was goed bezig. Zeker weten. Sterk. Zowel reboundend, vond ik hem goed uitboksen. Aanvallend ook. Ja. Die is absoluut... Je merkt dat hij fit begint te raken. Krijgt ook steeds meer wat minuutjes van de coach. Van Peter. Van Noord. Ja. Super. Ja, en Nino heeft ook al wat laten zien in deze minuten. Ja. Ja, hier is communicatie tussen Boyd en Tom Koopman. Ja. En Sjoerd Koopman die de bal erin gooit. Schieten, ja. Laat die bal hetzelfde werk doen als de hele tijd gedaan wordt. Ook alweer goed voor Aars dat ze in ieder geval nu weer even een driepunt uit mee hebben. Je ziet even snel wat wissels gemaakt. We moeten er allemaal weer in komen. Deze rebound moet Jarik wel hebben. Ja. In plaats van Giannis. Dit is het wedstrijdje hoogspringen voor lange mensen. En hij kan beter hard uitboksen. Ja. Dan komt die bal op borsthoogte, kan hij hem gewoon oprapen. Dus in ieder geval twee keer voor Giannis Dimakopoulos. Den Helder vraagt hier een time-out. Zullen er niet bij zijn dat ze twee scores tegenover zich krijgen. Het blijft belangrijk, hè? De communicatie, praten met elkaar, overnemen en durven te luisteren naar degene die achter je staat. Of het altijd goed is, is wat anders. Maar daar kun je, kun je het later over hebben. Maar je ziet dat de onderste man altijd behoort te praten naar de andere. En zeker als er een screen wordt gezet, één bepaalt en de ander volgt.
33-16. Tweemaal voor de nummer 14, Giannis. Dus achternaam vind ik wat lastig om uit te spreken. Maar Grieks is niet alles al te best. Hoezo? Oh nee. Eerste raak. Ja, je merkt, hè, je moet toch geconcentreerd blijven. Twee makkelijke scores en drie punten. Was gewoon goed gespeeld overigens. Tweede mis. Rebound voor Tom Koopman. Ja, dit is, deze miscommunicatie mag niet. Een van de twee moet eerder loslaten. Gaan Boyd ook spelen om de bal in de lane te krijgen. Over de back, dus het is een fout van nummer 10. Ja. Fout nummer 10 van nog niks aan de hand, gewoon bal zijkant. Het is drie fouten om drie teamfouten. Het zijn echt wel weinig fouten in dit opzicht. Ja. Gewaagd paas, hoor. Dit is ook minder. Vanuit de lucht weer springen met een paas. Ja, dan moet Jarik ook even terugrennen, vind ik. Dit is gewoon moeilijk. Ja. Oeh. Dit is volgens mij meenemen. Dit is al wel weer goed met Tom Koopman. Goed geblokt. Dit is goed gespeeld van Bollenbrace. Ja. Goede assist. En Sam van Elsen heeft hem goed gelopen. Ja. Ook lekker gewoon deze groep, hè. Lopen! Sorry. Ook gesprongen van Jarik en die smaakt dus nu een driepunter. Weet je, springen gaat niet springen. Nee, dat klopt. Maar dit was wel lopen. Hij maakte 1-2 voordat hij... Dat klopt. Maar goed, dat schijnt er niet zo uit. Gaat de wedstrijd gewoon door. Dat is absoluut waar. Weer een moeilijke bal. Je ziet dat ze goed meegelopen van Bolden Brace. En Tom Koopman, goede rebound. Ja. Ja, wel een snel schot weer. Ja, weer een snel schot. We blijven schieten nu. Ja. Ik denk, ja. Dat is het nadeel, hè. Controle erbij houden. Juiste dingen blijven doen is gewoon ontzettend moeilijk. Je ziet ook... Net Boyd, hè? Een veel te moeilijke paas en totaal niet nodig. Kijk, 14 die heeft het. Die kan dus wel schieten. Ja. Dus Jarik mag wel extra alert zijn hierop. Ja, ze komen nu terug. En het is nu belangrijk dat ze gewoon een goede. Dat is inderdaad een fout. Wordt een fout gefloten op nummer... Ja, drie punten van Boyd. Of twee punten, sorry. Maar drie punten. Nee, drie punten toch. En waarschijnlijk krijgt hij de fout voor het uitlopen met een schil. Dus het is raak. Tweede ook raak. Derde ook raak. Staat 38-23 met nog 1 minuut 18 op de klok. Ja, belangrijk is nu weer een stop te maken. Dan ga je lekker de kleedkamer in. Ja, ik is hier een beetje een beetje onhandig, zeg maar. Ja. En goed uitgelokt door de Aris Leeuwarden. Cedric ten Dekker, die doet dat snel, hè? Snelle jongen. Ja, slim gewoon. Ja. Ja, ik had nou toch wel Jarik naar de kant, dat begrijp ik. Maar ik had... Dion teruggezet, was goed bezig. Ja, die had ik ook teruggezet. Ja. Ja.
Niet dat Ben Kovacs het slecht doet. Nee, zeker niet. Maar je zet iets meer lengte, iets meer lengte er tegenover. Allebei benut. Ook wel weer goed voor Aris Leeuwarden. Hoop voor hun zelfvertrouwen. Kan er toch wel een beetje bij. Dat Aris hun verdediging iets meer heeft aangescherpt, wat ik zie. En we gaan nu ook om fouten vragen. Voetbal en brace, maar het is gewoon goed verdedigd van Aris Leeuwarden. Deze dat stand van Elsen moet hebben. Goed, dit doet Aris goed. Ja, maar dit is ze tikken zelf de bal naar Aris. Het is ongeconcentreerd. Niet nodig. We hebben nog 12 seconden op de klok. Dit is op zich wel goed uitgespeeld. Ja. Maar Tom Koper stond wel al eventjes, maar goed. Beetje moeizaam. Ja, en dan krijg je deze om je oren nog. Dat kan hij. Dat is wel zijn ding. Zeker weten. Doet hij goed? Nou, we gaan even rust houden. 40-29. Zien jullie zo meteen weer terug. We zien jullie zo meteen weer terug. Welkom everybody. Ja, welkom allemaal. Fijn dat je erbij bent. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Het is zover. Het is zover. De pitstoptheorie is gewoon een economisch concept. En ja, dat is super interessant. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie inbreng. En tot ziens allemaal. True to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball. DHSS operates from A1 locations situated in the heart of the offshore energy industry in Europe. As your experienced and professional partner, we are your locally based interface for a wide range of logistical services to assist during your offshore activities.
we offer reliable and innovative solutions and services to deliver efficient industry-leading standards in logistical support in order to avoid any possible downtime. With the highest safety and environmental standards in place, focusing on improving our and your efficiency. 24 hours a day, 7 days a week, all year round. Our personal, innovative and highly trusted logistics and supply chain solutions are solely focused on maximizing your business activities and providing your staff with a healthy working environment. DHSS is your gateway to smooth offshore operations. As a trusted service provider with a strong local network and supply chain assisting offshore activities in Europe, we fully embrace the importance of fossil fuels for the world's economy. At the same time, investments are done in sustainability, which is why making the right environmental friendly choices is a core value of our company culture. DHSS has a vast experience in working with customers in offshore wind industry. Over the recent years, DHSS has added its expertise and experience from other offshore energy markets to solid know-how for new markets, such as the offshore wind energy sector. We take great pride in offering you to be the one single point of contact as interface for all your onshore and offshore activities. From installation to the operation and maintenance phase of your offshore wind assets, you can trust DHSS to deliver. Our company is built on the belief that we challenge the norm through our five DHSS value propositions. Strengthened by experience, run by our people, we transform industries. DHSS, one single point of contact is all you need.
Nou. Nou, we zijn weer terug. Ja, we zijn weer terug. We zijn weer terug. Ondertussen heb ik de stats gekregen van de tweede kwart. Het opvallendste daarin is dat de assists, er zijn er 14 voor Den Helder Suns en 4 voor ADS Leeuwarden. Jij hebt ondertussen wat standen doorgekregen van onze tegenstanders, Koeva. Ja. Vertel het ons. Den Bosch tegen Aris. Aris staat met 19-24 voor in Den Bosch. Dat zal nog wel een heet wedstrijdje gaan worden. Ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen in de komende tweede, derde en vierde kwart. Maar nog even terugkomen, reboundend staan ze gelijk, 20-20. Dat vind ik wel heel opvallend. Ik heb het wel anders gezien inderdaad. Ja, ik had het gevoel dat Den Helder veel meer rebounds pakte. Maar dat was denk ik in het begin van de eerste helft. Was het verschil denk ik toch wel wat meer richting Den Helder. Maar dat is ook niet zo, want daar was het 9-9. Dus ik moet zeggen dat daar wel andere verschillen in zitten. Schotpercentage is wel wat verschillend. 33% voor Aris, 48% voor Den Helder. Dat hebben ze minimaal wel nodig om dit te blijven doen. Ik denk dat het wel van belang is dat ze nu scherp beginnen aan de tweede helft. Rustig de aanval ook lopen, niet gelijk te gehaast schieten. Ja. Vrije worpen, 7-7 voor Den Helder. En 4-6 voor Aris. We gaan beginnen met de tweede helft. De bal gaat nu ingenomen worden door Bolden Brace. Snel schot van Stan van der Helst. Hij werd goed verdedigd, dus ik weet niet of ik het zo'n Ik zou die aanval juist even wat langer spelen in het begin. Maar ja, iedereen weer de bal gunnen. Het is weer één paas en een schot. Ja. Fout van Tom Koopman. Proberen toch het lengtevoordeel uit te benutten op de centerpositie. Janis probeert iedere keer hard te rollen. Dit is wel goed van Jari. Ja, zit daar goed tussen. Goed voorgekomen. Een mismatch daar bij Tom Koopman, maar niet echt gebruik van gemaakt. Rust van Boyd. Goede rebound. Weer schot van Boyd. Ja. Dat is wat hij kan. Ik vind wel dat hij te veel achter zich keek. Hij was bijna te laat. De jongen heeft lange armen, grote spanwijdte zo te zien. Open driepunter vanaf de zijkant. Die wordt ook benut. Ja, we moeten helpen. Je doet daar dus goed. Dat spelen ze slim uit. De stand is 42-32. Goed gezien van Boyd. Slecht afgemaakt door Stan. Ja. Zijn inlegger. Ah, wel goed onderlangs gekomen. Staat uit. Ja, Tom Koopman krijgt een fout. Oh nee, Tom krijgt een fout. Zijn tweede persoonlijke fout. Tegen zo'n van de punt van 11 van de Suns Tom Koopman. Was geen scoren. Goed en hard uitgekomen.
De screens worden echt wat minder gezet. Bolden. Goed van Bolden Blaze, goed gespeeld, rustig gespeeld. Goed screen, hè, beneden gezet, waardoor niet uit kunnen komen. Bolden heeft wat meer ruimte om rustig aan te leggen. En dan is hij wel gevaarlijk op zijn driepunten. Fout van Stanley van Helsen. Nu lopen ze toch wel hard tegen de foutenlaar staan, een 3-0. Binnen no time. Tim Hoeven komt nu het veld in. Goed uitgeborst. Van Tom Koopman, inderdaad. Open schot, rustig open schot, ja. Dit is het schot dat hij moet nemen. Ja, maar hij staat klaar, voeten staan klaar. Ja, staat goed, ja, inderdaad. En dan speel je, ondanks dat je dan een snel schot neemt, is het wel in balans. En wat je vaak ziet, als je aankomt dribbelen en pakt dan het schot, is er net iets minder balans. Ja, lekker schot van Stan, maar ook weer, hè, Bolden. Goede positie, hard eerst uitboksen met z'n allen. En dan pakt Tom goed de rebound. Snelle outlet, meteen het veld openmaken door de paas van Boyd naar Bolden. En Bolden die ziet Stan vrij staan. Stan die heeft rustig de tijd om ontspannen aan te leggen. En dan zijn dit hoogpercentage schoten. Ja, kijk, en dat weet je van Stan. Laat hem niet echt openstaan. Soms wil hij te graag. En dat is ook de jeugdigheid die erin zit. Maar dit was fantastisch gespeeld. Een outlet, even time-out van Aris. Ja, die krijgt ineens een 3-3-punters of 2-3-punters om hun oren heen. En het staat 16-32. Het is een stevig gevecht trouwens tussen Jarek en Janis. Ja. Stan overspeelt daar, maar dat is niet wie de fout krijgt. Jarek Buske heeft volgens mij de fout. Zijn derde fout. Ik ben benieuwd of Peter gaat wisselen naar Dion. Je loopt al wat naar de scheidsrechters te roepen. Moeilijke bal. Ja, moeilijke bal van Tim Hoeven, goed afgemaakt. Simpele elboogschot, goed gespeeld. Jarek die goede screen zet op dit moment. Wordt goed aangevallen op het screen. Waardoor Cedric de Dekker niet mee kan komen. En dan heb je, als je hem goed afdrukt, heb je een open schot. Ja, knappe bal hoor. Mooie drive. Dit is een hele goede assist van Boyd. Stan ze maken met bonus. Sterk afgemaakt. Ja, goed gelopen van Stan. Hè? De snelheid pakt hij. Boyd het overzicht, geeft de paas en precies in zijn handen wat hij wil hebben. Hij kon hem net niet in één keer doorleggen, maar ja, dit is end one. Prima. En ook benut de stand van Elze. Ja. Bonus. Punten. Goed van Jarek.
Nog gevecht. Ja, ik vind hem wakker. Ik vind hem wakker. Ik heb wel eens het idee dat hij sommige wedstrijden niet het maximale geeft. Nee, hij moet een beetje op gang komen. Maar hij, als ik nu zie hoe hij staat te buffelen in de rebound, ik denk dat hij wordt uitgedaagd door Giannis. Want die, dat zijn wel twee spelers die elkaar goed uitdagen. Dit is dan weer de gevigheid van Stan. Ja. Hij wordt redelijk verdedigd. Je ziet hem dat ze aan de voor hem rechterkant komen, dan ga je toch net iets anders schieten, waardoor het schot minder makkelijk wegkomt. Ik zie ook dat beide coaches gewoon het niet veranderen van de verdediging in ieder geval. Drie punten van Bolden Brace uit de hoek. Ja. Dit is een knappe bal. Ja, weer een goede beweging. Bal. Oh, denk als je die gaat schieten, Stan. Ja. Oh, dit wordt lastig met nog 4 seconden op de schotklok. Ja, hij had hem moeten schieten. Ja, nummer 14 gaat eruit bij AS Leeuwarden. Giannis. En nummer 15 komt erin, Reine Bransma. Stan gaat naar de kant voor Lino. Nou, dit is niet goed verdedigd van Boyd. Nee, die laat zich hier snijden. Die laat zich heel makkelijk hier verschalken. Ja. En goed gelopen van Aris. Ja. Twee man bij zich, dus lijkt me logisch uitpasen. Ja, het schot valt niet, maar het schot moest hij nemen. Ja. Mensen kon hij nemen. Ja, goed open schot. Ik bedoel, niks mis je mee. Kan niet alles raak gooien. Maar... Link paas trouwens. Jullie dat van Bollenbeus. Ja, die had hij moeten pasen. Ja. Die paas komt gelukkig goed aan, niemand snijdt in. Nee, dat moet wel weer bewogen worden, want wat je nu ziet is statisch. Heel statisch. Oh, lekker Nino. Lekker schot. Komt een goed moment ook trouwens. Ja, die konden ze wel even gebruiken. Nu moet ze weer een stop maken. Bolden Brace staat niet te verdedigen. Boy staat ook niet te kijken. Ja. Wel een goede rebound van Tom Koper in ieder geval. Een beetje lastig allemaal naar elkaar. Dus nu een beetje chaotisch. De bal is voor Aris. Op dit moment zou ik trouwens ook kiezen om Mick Colburn in te zetten. Maar ja, dat is de keuze van de coach. Bollenbeus gaat eruit en Mick komt er wel in, denk ik. Ja, zie je. Nou. Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Heb je toch naar me geluisterd? Ja. ...56-40 staat het. En nog 2 minuten 50 op de klok. Ook een moeilijke paas van Aris naar elkaar. Ja. Maar goed, ze zijn in aanval. Dan dit is een lastige paas. Ja, maar goed gezien. Goed geholpen. Goed, het was ook, het scheelt ook weinig. Ja. Maar Nino is snel gelukkig. Goed, 3 punten van
Boyd. Goed gespeeld van Mickey hoor. Goed gezien. Goed gezien. Ja. En het is mooi dat Boyd hem erin gooit, maar het is wel. Het is lekker voor zo'n jonge jongen die dan zo'n paasje even kan maken. Ook oh, net een tikje van Mikkelen, dus dat is prima. Dat ben ik Kovac. Doet hij goed. Ik hoop dat we nu blijven spelen als team. Ja. Goed schot van Ben Kovac, hoor. Dit zijn wel de schotjes die Ben Kovac lekker vindt. Die moet hij ook nemen. Wat hij ook doet. Oh, hoor je dat hij zich nu heel makkelijk voorbij lopen? Nou, liep wel goed in het screen, hoor. Ja. Soms is dat gewoon niet handig. Soms moeten worden geholpen. Lekker schotje van Boyd. Het is wat lekker van die schotjes te pakken daar vanaf rond die elleboog. En ze geven hem ook de kans, hè. Drie punten van nummer 6. Oh, daar moet Mickey toch wel opletten. Dat, dit soort simpele balletjes kun je niet altijd geven, zeg maar. Het was een wide open schot. Ja. Nou, Ben Kovac staat daar niet te verdedigen. De tap in die schuimbeweging komt er allemaal weer goed weg. Wordt nu tot rust gemaakt. Er is nog één aanval. Ja, precies. Schot loopt op anderhalf seconde na, loopt hij gelijk. Goed screen van Dion Holman. En goed afgemaakt. Ja. Nou, snel opletten, anders krijg je nog een simpele tegenscore met een driepunter. Geen fouten maken daar. Goed zo. 56-45. Nou, je ziet het, hè, als we elkaar meer vinden in aanval, dan loopt het gewoon bij de Heldersund. Ja, het is... 65-45 is dat nu? Ja, nu nog één kwart volhouden. Dan doe je gewoon wat je moet doen. En dat is geweldig. 20 punten, derde kwart. Uitbouwen. Ik hoop dat we geconcentreerd kunnen blijven en kunnen zorgen dat dit, dat dit verder vasthouden. Gaat. Er zijn wat momenten geweest met goede punten en scorers. En... ik moet zeggen dat ze lekker spelen, snel spelen. Af en toe wat te snel, maar dat hoort ook bij een stel jonge honden, dat het zijn natuurlijk. Wacht even op de stats die ik moet trouwens een mooie versnelling van Nino. Zeker weten. Het is geen makkelijke bal, maar het is wel zijn handelsmerk. Om een beetje uit evenwicht, duwtje meekrijgen. Want ze hadden hier ook voor een fout kunnen fluiten. Niet dat ik vind dat ze erheen moeten fluiten. Maar dat is wel een dingetje. Rebound 25 om 30 voor Den Helder Suns. Het schotpercentage bij Den Helder Suns is field goal. Dat is 51% tegen 38,3 van Aris Leeuwarden. Dat gaat wel wat omhoog zo te zien. Ja, die rebounds, dat ziet er wel beter uit, ook inderdaad bij Den Helder Suns. Maar kijk, bij Den Helder, 20 assists, ja. Dat is meer dan prima. Ja. Zeker in zo'n wedstrijd. Nou, we gaan weer verder. Tim Hoeven aan de bal. Björn de Vries. Goed opgemerkt van Mikkelen ook. Ja, die zit... Hij doet hele kleine, belangrijke dingetjes. Tik je hier, zet je daar. Zeker weten. Doet goed. Goed om te zien. Wat geeft hij nu? De klok liep niet mee. Oh. De schotklok. Dus die wordt nu op 21 seconden gezet. De klok liep even niet, dus we gaan naar 21 seconden.
fout van... Vierde persoonlijke fout, de nummer 7 is Tim Hoeven. Tim Hoeven maakt zijn vierde fout. Push-off. Bankovic. Laat die bal gaan, jongens. Wat ik nou wel zou willen zien, dat Nicky in stelling wordt gebracht. Het was een net een moeilijke paas, net niet lekker in je handen. Ja, precies. Dan kan je net niet lekker schieten, terwijl je dat natuurlijk wel kan. Dus het is afhankelijk van de omstandigheden. Een deflection van Dion Halman. De scheidsrechter geeft aan dat het voetbal is. En dus zijkant voor Aris. Oh, baseline voor Aris. Ja, precies. Je moest Dion wel op helpen. Goede rebound van Mikkel. Hier kan je ook voor fluiten, maar goed, dit is ook een situatie. Ah, prima. Oh, achter de man wel gepaast, ja, hoor. Dus dat is lastig om dan die bal te schieten. Maar dan niet even de rust pakken om die bal te schieten. Er is niemand in zijn buurt. Hier staat Mick wel te helpen. Waar is zijn man? Oh ja, die is hij daar. Gelukkig. Ik twijfel of dit een loopbal was, overigens. Misschien sleept hij zijn pivotvoet wat mee, maar hij is wel een grote eerste stap, die jongen. Het gaat gewoon zo snel dat je het niet ziet. Oh. Ah, mooie bal. Mooi, oh jammer. Wordt uit zijn handen geslagen, maar het was wel in ieder geval hard naar de basket. Misschien moet hij nog leren om iets meer zijn ellebogen te gebruiken op het moment dat hij die bal pakt. Dan maakt hij het af. Dan maakt hij hem gewoon af, ja. Ja. Goed samengespeeld. Deze moeten er wel in. Dit is heel goed gespeeld van Ben Kovac. Stond ook stil. Ik weet niet of hij stil stond. Maar hij stond niet in de bal in zijn lijn. Dit vind ik dan net te veel te dribbelen. Mensen die niet vrijkomen. Ja. Op zich was het schot goed. Ik zie hem liever naar de basket gaan. De rest is hij zoveel sterker. Het is lastig hoor als je tegen van de snelle guard doet. Maar goed. Ja. Uiteindelijk goed geholpen van Dion, maar ik zie Dion liever nog een stap omhoog komen. Hij stond wel met zijn twee voeten in de no-charging zone. En dat kan, nu kan dat nog, maar straks is dat niet meer mogelijk als jij... Er moet wel iets gebeuren inside. Het is te moeilijk ook dit. Dit zijn geen passes die je moet geven. Je zag het net in de eerste helft ook al misgaan. Goed balbezit. Er staat nog steeds 65-45. 7 minuten op de klok. Ja, goede bal weer afgerold van Dion. Alleen Dion moet zichzelf wat meer belonen wat mij betreft door die scores erin te gooien. Goede versnelling van Stam.
Eerste bal. Ik maak even van de gelegenheid gebruik om even een shout-out te doen naar Eugenie Overman. Overman, excuses. En ook nog eentje naar Inge Bak. Dat is mijn vriendinnetje. Goed schot hoor. Ja, je ziet Ben Kovacs was hier niet klaar. Nino kolde op tijd. Alleen de reactie van Ben was gewoon te laat. Ik denk dat we nu een actie krijgen van Bol. Mick stond daar goed op de poster. Ja, maar ja, als Dion en Mick elkaar in de weg lopen, dan wordt het lastig. Dit is ook een beetje moeilijk. Ja. Je ziet dat tot de concentratie een beetje weg is. Ik weet niet of het concentratie is, maar... geldingsdrang van Ben. Iets meer rust houden. De bal gewoon laten gaan. En het niet zelf willen oplossen. Paas op Dion was gewoon goed. Goeie fout van Nicky. Fout nummer 6 van de Suns. Eerst persoonlijke fout van Nicky Koolhoorn. Goed verdedigd van Stam. Schiet wel heel makkelijk die Cedric de Dekker. Hij is wel een van de belangrijke spelers bij AS Leeuwarden in ieder geval. Ja. Veel gedribbel ook weer. Ja. Bal gaat niet meer rond. Dus veel dribbel, veel eigen acties. En een raak of mis maakt niet uit, maar het zijn te veel eigen dribbelacties. Kijk, uiteindelijk een goed schot, hè, wat hij eruit krijgt. Maar ik ben meer gecharmeerd van laat de bal gaan. Deze rebound had Dion moeten hebben. Het is eigenlijk buffelen daar om die basket. Ja. 70-50. Tweemaal van Reine Bronsma naar Ares Leeuwarden. Ik zie Janis weer op de bank zitten daar. Janis komt weer in het veld. Ares zal toch nog wel iets van misschien van zijn verdediging of aanval tactiek moeten veranderen om ze nog bij te houden. Het is nog niet zo ver, maar het staat 70-52. Holden wordt gewisseld. Ik zie hem naar de kant komen. Ja. Goede drive van Dion, alleen wat ongelukkig afgemaakt. Ja. Maar niet afgemaakt. Ja, maar ik vond het wel een goede drive. Ja, sterk. En, Wonderbase komt erin voor Ben Kovac. Die komt niet goed weg, hè? Want Cedric de Dekker die heeft... Die heeft al heel wat drie punten strop liggen. En weer laten ze hem eigenlijk vrijstaan om een schot te nemen. Ja.
Het is de vierde teamfout van Aris. Paas en mixer. Oh, sorry, ik ga het niet invullen. Gaan ze helpen of niet? Nee, Stam moet deze bal gewoon afsplitsen. Je moet gewoon de bal rond laten gaan. Ja. Ja, en dan krijg je dit om je oren. En terecht. Time-out van Den Helder Suns. Ja. Ik zal het al aankomen. 70-54. Ja. 4 minuten 15 nog op de klok. Ja. Ja, je ziet het, hè, dat de bal inderdaad wordt ook vanaf de kant wel geroepen van laat de bal meer rondgaan. Ja. Bij Den Helder Suns. Ja, er zitten toch drie basisspelers zitten al een tijdje op de kant. Ja. En ik begrijp dat iedereen zijn minuten wil geven, maar ik zou als coach zeggen van liever 30 punten voor dan 20 punten voor. En het zijn er nu nog maar 16. Ik ben benieuwd of hij nog wisselt. Ik verwacht het eigenlijk. Verwacht het af. Verder. Ja. Ik ben benieuwd wat voor special play er nu uit gaat komen. Slechte paas. Ja, slechte paas om te schieten. Je ziet ook dat hij misgaat. Goeie rebound. Ja. Bewaar je rust, zou ik zeggen. Kijk, belangrijk, hè, als je iemand vrij wil geven om een schot te nemen. Ook weer een moeilijk schot. Ja, een schot. Ik had er fout mee. Dat is, doe je goed. Maar dat is ook het enige. Goeie bal op de stand, lekker. Oké, je bent de stand 73-54. Komt Mick goed weg. Hij is wel wat vrij. Ja, ja, ik had hem wel, maar toch weer niet. Goeie rebound, verstandig van een Elze. Een tip inpoging van Mick Horen. Loopt het niet uit. Ik zou toch wel voor kiezen om Boy erin te zetten. Rebound. 73-54. Ik zie Tom Koopman op de bank zitten. Ook een geen goede paas, vind ik, ook een schiet hem erin. Nee, maar je ziet, hè, Bolden Brace heeft even wat tijd om die 3 punten te nemen en die zit er lekker op. Ja.
schop van Mick, hoor. Die kwam ook nog bij. Goed om te zien dat Mick wat meer speelminuten krijgt. Al wordt hij nu gewisseld. Ja, goed, ja, maar goede dingen gedaan. Prima. Ik zie dat Xion Rivers van de Helder Suns op de bank gaat zitten. En het speel is nog te geven. Rebound. Uitstekende rebound van Jarik. Nou, dat is een hele lastige positie daar. Zettelijk van Stam, denk ik. Ja. Nummer 9 van de Suns. Derde persoonlijke foul, Stam van Nelsen. Dus zou ik nu Stam hebben gewisseld eigenlijk. Xion Rivers. Xion Rivers gaat weer wat minuutjes maken. Die heeft nog niet heel veel minuten gekregen. Het is superleuk dat hij in ieder geval nog een aantal minuten mag maken. Opzettelijke fout geweest van Stan. Deed hij ook met opzet om de wissel mogelijk te maken voor Xion Rivers. Twee vrije worden benut. Chet Frazier. Nou, ze geven hem meteen 76, een uitdaging door Cedric. Ja, dat is een aardige, een kleine mismatch. Kijken wat Alex Leeuwarden nog kan. Die stond al een tijdje, maar... Jammer, balverlies. Goeie actie. Hij durft in ieder geval wel naar de basket te gaan. Ja, dat zegt het over hem. Ja. Goeie minuut. Meestal goede mentaliteit, hè? Als je... Ja, wel durven. Ja. Voor iemand die niet veel speelt, is dat wel ja, goed. Ook nu wel verdedigd van Xion. Ja. Krijgt hem mee. Credit voor hem, hoor. Snel gespeeld. Behind your back. Oh, ja, dat is te enthousiast. Ja. Maar dat kan gebeuren. Mooie dunk van nummer 10. Ik zou zeggen, nog één aanval. Ja, ik vind het goed dat hij hem laat staan. Zeker weten. Staat 76-60 met nog 14 seconden. Stan neemt de tijd en terecht. Zoals het er nu naar uitziet. Eindigt deze wedstrijd in het voordeel van de Helder Suns. Ik zag hier wel een fout trouwens aan zijn arm. Dat was leuk geweest als hij nog... Hij had hem meteen moeten schieten. Ik denk dat dat leuk geweest. 5 seconden op de schotklok met 3,3 seconden. Dan zeg ik Elite A. Ja. Oh, dit is wel leuk dat hij het schot neemt. Oh, netjes, hij maakt hem ook. Alle lof voor Xion. Hoe leuk is dat? Ja. En er wordt ook heel leuk enthousiast ontvangen. Dus teamgenootjes. Ja. Dat is wel heel leuk. Dit is superleuk. Ja. Mooi om zo te eindigen met 78-60. In het voordeel van de Helder Suns. Ik heb genoten. Ja, nou ja, Elite A het is. En het is. Geweldig. Wij komen zo meteen terug met in ieder geval nog een interview met Peter van Noord. En misschien nog een speler. Ja, en namens de Helder Suns wil ik iedereen bedanken voor het kijken. De zaaldienst, de jury nogmaals, de fotografen.
Yannick van Veen en vriendin voor de logistieke ondersteuning. Ook mijn dochter, Angelina van Scherpenzeel, voor het bijhouden van de stats van de tegenstander. Die we altijd binnenkrijgen, Colin en ik. Maar alle hulde voor de Helden Suns. Ja. Gefeliciteerd en we zien jullie graag terug. Wij komen en we zien u zo meteen nog even met de interview, denk ik, met Peter van Noord. Tot ziens. Peter van Noord. Ja. Prettige avond nog. We were true to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball. Als ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven roep ik alle werkgevers op aan te sluiten bij het taalakkoord NHN.nl. Op dit moment zijn er namelijk nog steeds 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. En dat zijn niet alleen vluchtelingen en buitenlandse mensen, maar juist mensen met Nederlands als moedertaal. En door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer neemt bijvoorbeeld het ziekteverzuim af en worden er minder fouten gemaakt, gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog. En als werkgever kunt u bijdragen aan de taalvaardigheid van uw medewerkers door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het taalakkoord NHN helpt u hierbij. Doe ook mee en haal het beste uit uw medewerkers. Laat taal geen belemmering zijn. Taalakkoord NHN kan u als werkgever daarbij ondersteunen. Het kost niets en het levert heel veel op. Waarom niet?
We zijn terug met de coach van Den Helder Suns, Peter van Noord. Gefeliciteerd. Dankjewel. A-groep. Elite A. Ja, ja dat onverwacht. Het was wel als doelstelling gezet met elkaar, onder elkaar, om het te proberen te halen. Nou, we begonnen natuurlijk goed. We kwamen goed uit die lockdown uiteindelijk. Hè. Dat heb ik ook altijd geroepen, dat we fit waren. Nou, dat heb geresulteerd in een mooie openingsoverwinning tegen Den Bosch. We stelen er eentje tegen Feyenoord. We laten het derde kwart tegen Joost liggen. Maar de andere wedstrijden, ja, die zeker thuis. Ja, laten die jongens een vorm van energie zien die ik niet veel terugzie. Nou ja, dat is duidelijk om te zien. Je hebt lekker kunnen doorwisselen als ik het een beetje gezien heb. Want deze wedstrijd... Ja, ik had niet het gevoel dat je erg in de problemen bent gekomen door Ajax. Nou ja, we begonnen natuurlijk energiek weer, zoals altijd. Alleen ja, het werd me gauw duidelijk dat Ajax niet kwam om te winnen. Oké, en Sion Rivers heeft nog een paar minuutjes gemaakt. Ja, leuk voor die jongen ontwikkelt zich. Het is een langere termijn traject. En ik heb er geen seconde aan gedacht, maar de bank zei van coach, zet Sion in. Ja. Oké. Dus ja, hij leuk, heeft, leuk voor hem en dan een laatste score gemaakt. Fame heeft hij gehad. Dus, ja, geweldig. Het mag de hele wereld over naar Sint Eustatius. Nou, wat ik ook wel leuk vond was Dion, die zich aardig aan het ontwikkelen is. Nou, ik vergeet één ding niet. Dion heeft een vol jaar stilgestaan. Langer dan dat, 14 maanden. En ja, die moet minuten maken om een goede rol te spelen. Nou, dat doet hij met verve. Hij is dan ook helemaal leeg als hij die minuten heeft gespeeld. Dus dat is een goed teken. En Dion is en blijft een vaste waarde. Ja, nou, dat is duidelijk. En nu gezellig even met de groep, denk ik, bij elkaar. Gezellig? In dit museum? Ja, maar met de groep bij elkaar. Ik denk dat er wel... We kunnen niks. Die kantine is dicht. Appelsap en beschuit, als dat gezellig is. Dan, Nou ja, maar goed. De laatste drie wedstrijden waren drie must-win wedstrijden. Die win je alle drie. Klopt. Dat is toch wel een feestje waardig in ieder geval. Nou ja, vergeet de manier waarop. We zitten natuurlijk midden in het maartseizoen. Jij weet ook als ik wat dat betekent. Hè? Ik heb vanochtend gistermiddag na de training gekscherend gezegd, guys, het is March. So let's try the dance. Dus nou, dat doen we. Ah, super gaaf. Nou, Peter, dankjewel. Ja, graag gedaan. En, tot gauw. Dankjewel. Ciao. Nino Gorissen, die komt er nu aan. Mag je even opzetten. Kijk, Nino, hoor je me? Ja. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ah. Dankjewel, ja, Elite A, eindelijk. Hoe zijn jullie ermee bezig geweest? Ik denk stiekem, iedereen toch gewoon in een achterhoofd van, we willen die Elite A halen. Maar wel wedstrijd bij wedstrijd gekeken. En ja, uiteindelijk hebben we hem. Ja, geweldig hè. Je moest drie wedstrijden winnen, dat wist je van tevoren. Ja. Je verliest in februari vier wedstrijden. Daardoor maak het jezelf moeilijk. Mm-hmm. Het is niet raar dat je ze verliest, maar het was niet prettig. Nee, ik denk dat we toch wel wat konden. En dan die laatste drie wedstrijden must wins. Ja. Dan wint, als ik me goed kan herinneren, Feyenoord ook nog van Leiden met één punt. Dan wordt alles nog wat belangrijker dat je hem wint. Ja. Ja. En dan nu. En dan nu, ik weet niet wanneer we spelen, volgens mij zondag weer, hè? Ja, ik geloof zondag weer. Ik heb even naar je stats zitten kijken. Zijn meer dan prima stats. Ja, goede effectiviteit van 17. Gekeken. Nou, dat daar kun je mee thuiskomen. Mooi. En hoe werd het ervaren dat Sion even het veld in kwam? Ja, tof. Tof voor het team en voor die jongen. Uiteindelijk had ik wel stiekem gehoord misschien dat we hem al... tegen Apollo of tegen Bal al kan de inzet een keertje meer. Maar uiteindelijk nu de laatste wedstrijd vlak voor de Elite A. Dat hij toch even zijn minuutjes meemaakt en ook even dat schot nog erin knalt. Heerlijk. Ja, super voor hem. Heerlijk, ja. Hey, ben je tevreden over de wedstrijd voor jezelf?
Ja, ik denk het wel. Het kan altijd beter, maar ik ben wel tevreden, ja. Zeker met de winst. En ja, wat ik gewoon wou zeggen is gewoon echt een hele team om mee te spelen. En ja, ik ben trots op die jongens, trots op de staf ook. Nou ja, ik moet zeggen, als je kijkt, er werd naar hart en lust doorgewisseld door Peter. Iedereen kreeg zijn minuten. Dat lijkt me ook wel heel, heel lekker spelen. Ja, zeker. Uiteindelijk, als je een beetje lekker doorwisselt, dan heb je wel frisse energie de hele tijd. En ik denk dat we uiteindelijk ook hebben gewonnen op het rennen, wat we sowieso dit jaar goed doen. De fast breaks liepen en ja, het was lekker om en nu te gaan. In de Elite A, ja. Veel zware wedstrijden, hè? Want nu zijn er geen makkelijke wedstrijden meer. Ja, wel de leuke wedstrijd denk ik toch. Ja. Ik denk dat je liever in de Elite A wou eindigen dan in Elite B. Ja. Nou ja, dan is dat doel gelukt. Ja. Heb je nog een ander doel of wil je dat nog niet loslaten? Ja, volgens mij gaan we nu een doel weer zetten, want we hadden eerst ons doel om van de Elite A te halen. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik toch wel door die eerste ronde play-offs door willen komen een keertje. Okay. Ja. Nou, spannend. Ja, zeker. En we gaan ervoor. Ja, zeker. En succes. Gefeliciteerd de team voor van me. Doe ik. En wij spreken elkaar ja, snel weer. Ja, ik zie je zo meteen, denk ik wel. Dit was de wedstrijd Ares tegen Den Helder Suns. Bedankt voor het kijken en prettige avond.